zat zo in dat spel. Ik heb lopen aanmoedigen, niet normaal. Hier is er wel een kalfje geboren wordt. Zo mooi. Zit echt lekker. Je hebt een wel organisatorische dan ik dacht. Ja, ik wil gewoon even dat hier de flarebroeken liggen. Hier de t-shirts. Een beetje zo. Nu heb ik dit rokje aan. Die vind ik heel mooi. Dit is zo lekker. Je wel. Hoi. Oh, je gaat toch in de wolk aan. Toen werd ik weer zo verdrietig. Sorry hoor. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is nu 2:10. De dag met de kinderen zit er net op. Ik heb me even heel snel omgekleed. Want ik ga weer een keer sporten. Ik moet snel zijn, want om 3:00 heb ik een auto weer nodig. Dus ik ga nu snel. Hij staat niet scherp op mijn hoofd. Maar ik heb echt heel hard gesport. Wauw. Zo fijn dat ik eindelijk weer ben gegaan, jongens. Ik hoop echt dat ik verschil ga merken. Ik heb heel erg gehaast, maar Ruben is er nog niet. Mannen. Maar goed, ik had genoeg tijd. 3 kwartier. Hey jongens, ik ben nu op een school in Diemen, want ik heb weer een intervisiebijeenkomst voor startende leerkrachten en ik heb er echt geen zin in, want ik vind dat echt een beetje tijdverspilling. Want het is de bedoeling dat je zeg maar kunt sparren met collega's, maar dat kan ik al, of met collega's op een andere school, maar dat kan ik al heel goed op mijn eigen werk, dus ik vind dat een beetje, ik denk, op mijn werk kan ik veel meer doen, maar goed, en dat duurt tot 4:45 denk ik. Ik heb niks te filmen, dus dat. Wow, wow, het is 3 april. Kijk dit is gewoon sneeuw. Het is nu iets over 3:00. Mijn collega en ik die wilden gaan kijken bij schoolvoetbal. En er is nu schoolvoetbal. Ik heb gewoon een muts op vanwege het weer. Maar ik ga er nu naartoe rijden, het is echt hier. Maar ik heb echt geen zin om uit de auto te stappen. Het regent echt heel hard. Arme kinderen. Oh, wat zielig. Oh, echt zielig. Het zou pas om 5:00 gaan regenen. Het is gewoon sneeuw. Oh, dat vind ik echt heel zielig. In ieder geval, er is nu schoolvoetbal. Net als die bonte avond laatst is het super leuk om kinderen te zien. Sommige kinderen zijn echt heel goed in voetbal. Hele ramen beslaan ook. Maar goed, de jongens uit mijn klas. Ik heb lopen. Jongens, het begon nou helemaal verregend. Toen ineens zon. Ik was daar om 3:00. Het is nu 5:45. Ik had echt verwacht dat ik daar een 1/2 zou zijn. Ik ging eerst, zeg maar, 2 jongensteams aanmoedigen. Jongens uit mijn klas van vorig jaar. Ook meiden uit mijn klas van nu en meiden van vorig jaar, weet je. Want dat zijn ook echt nog steeds mijn kids. Dus die heb ik aangemoedigd. En toen, op een gegeven moment vielen er een paar af, weet je wel. En jongens uit mijn klas waren zo goed. Dus ze gingen door en door en door. En ik zat zo in dat spel. Ik heb lopen aanmoedigen, niet normaal. Tips gegeven. Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Maar op zich lijkt het best wel op hockey qua. Een beetje hoe het strategisch in elkaar zit. Het is echt zo van, jullie moeten voor, jullie moeten midden. Ja, goed zo. Ik was zo trots. En dit vind ik dan dus net zo leuk als laatste bonte avond, zeg maar. Want nu zie je eventjes die jongens die goed kunnen voetballen. En dat is zo leuk om te zien. Sommigen hebben zo goed inzicht. Anderen kunnen zo goed een doel maken. En anderen kunnen zo goed verdedigen of keepen of middenveld, weet je, aangeven. Het was zo leuk. En toen hebben ze dus gewonnen. Ik heb net echt een foto gemaakt. Waar je ze allemaal zo op ziet staan. Helemaal ingezoomd. Maar echt super leuk. Ze waren helemaal door het doel. Ze hadden ook wel mazzel dat ze dan in een team zaten waarvan veel jongens goed kunnen voetballen. Want je had ook andere teams waarin er 2 heel goed kunnen voetballen. En andere niet op voetbal zitten, weet je wel. Dus dat is dan wel weer een beetje lullig. Maar ik was zo trots. Ik moest gewoon blijven. Ik was helemaal blij. Echt leuk. Dit soort dingen vind ik echt heel erg leuk. En nu ga ik lekker naar huis. Ga ik lekker koken. Chillen. En ben ik morgen lekker vrij. Ik weet het dus niet of ik dat al had verteld. Maar mijn opa is dus ziek. Hij heeft dus leukemie. Maar mijn opa, ja, dat is heel lastig uit te leggen. Maar hij is echt de sterkste man die ik ken. Zo wijs. En zoveel mensen leunen op hem. Iedereen heeft hem nodig. Hij is echt onmisbaar. En het gaat nu dus gewoon steeds slechter. Dus ik kom net heel blij uit voetbal. En mama stuurt het naar me. Mijn mama is heel erg ziek. Ze heeft gewoon geen eens stem. En ze mag niet naar hem toe omdat ze te ziek is. En haar zus is er dus wel. Maar mijn opa is echt alles voor mijn moeder. Echt haar alles. Haar raadgever in alles. En ze zeggen nu dat hij nog maar een maand heeft. Het is gewoon onvoorstelbaar. Ik kan het niet uitleggen, maar als iemand zo sterk in het leven staat, dan is het heel raar om te bevatten dat het echt zo slecht gaat. Nou, hij ligt nu in het ziekenhuis voor een bloedtransfusie, dat zei mama net. En toen stuurde ze hem 1/2 uur later dat hij zo ziek is dat de bloedtransfusie te heftig voor hem is.
Dus ik weet het niet. Maar ik vind het zo erg voor mijn moeder dat ze er niet naartoe mag. En ik hoop dan, denk dan echt van, oh nee, laat het alsjeblieft niet zo zijn dat omdat ik nu een vrije dag heb, dat mijn opa nu doodgaat en dat ik er naartoe kan en dat het zo moet zijn, want dat wil ik niet. Dat je denkt, oh, gelukkig ben ik vrij, dan kan ik naar hem toe. Maar ik dacht echt dat het nog jaren zou gaan duren. Hallo jongens, het is nu donderdag en ik ga vanmiddag naar het ziekenhuis naar mijn opa. En nu ga ik eventjes naar het WFC. En ik heb dus voor het eerst in mijn leven wat gehaald bij de Corner Bakery. Want daar wilde ik altijd al een keer heen voor Red Velvet Pancakes eigenlijk, maar daar had ik nu geen zin in. Dus ik heb avocado toast met zalm en roomkaas gehaald. En dit kost 12 euro. Het ziet er wel heel lekker uit, maar 12 euro. En mijn koffie, deze koffie, is 5 euro. Echt niet normaal. Want als je het afhaalt, vind ik het echt te duur. Misschien als je daar gaat zitten, is het wel waard. Maar ik ga het nu even proeven. Dit stukje vallen, dit komt dan nog door God. Ondanks dat hij een wetenschapper was. Oh ja. Die heb ik altijd wel gezegd. Het zou best mooi zijn als mijn leven niet een zinloze zaak zou zijn. Ja. Want het is natuurlijk helemaal niet zo'n prettige gedachte dat je ter wereld komt uit een mensenmoeder. Op dezelfde manier zoals een kalfje geboren wordt. En dat ligt daar te krijsen. En dat heeft melk nodig. En dat heeft hulp nodig. En dat moet begeleid worden. En in de mensenleven duurt dat dan nog eens een keer zo tegen de 20 jaar ook. En dan hobbelt hij voort en beleeft van alles wat mooi en lelijk is. En dan uiteindelijk krijgt hij leukemie aangezegd. En verdwijnt hij van de planeet. Terug naar zijn atomen. En dan zeg je bij jezelf, nou waar heb ik dit allemaal voor gedaan? Waar heb ik dit aan te danken? Dat ik daar doorheen moet. En dan moet je dus bedenken hoe je je leven rechtvaardigt. Dat je zegt, nou dat was een hele nuttige zaak. En het feit dat van die miljoenen spermen, net die van mij het eitje van mijn moeder raakte. Jezus, wat een ongelooflijk geluk heb ik daarmee gehad. Of denk je bij jezelf, nou, zomaar rotzooi zijn van mij had niet gehoeven. Ja, kun je ook zeggen. Want al die andere omstanders van dat shot, die verdwijnen in de vadersbak. Of in de play. Ja. Of in de douche. Dus ja, daar moet je dan mee dealen. En dan denk je bij jezelf, nou, zou nog niet zo slecht zijn als het ook. Ik ben op internet. Zou nog niet zo slecht zijn als het ook nog een zeker doel had. Het is natuurlijk best heel moeilijk. En dan kan je je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, nou, ik zou best willen dat het zo was. En dat zijn dan gelovige mensen. En die mensen hebben natuurlijk volste recht van de wereld om dat te wensen. Oké, jongens, dat was best wel, eerst eventjes wel een beetje heftig, maar het was wel heel gezellig. Ik was dus met Ruben en Susanna, want Ruben wilde hem ook graag nog zien. En we zijn echt heel lang geweest, het is nu al 10:15. Ik had ervoor eigenlijk gekookt, maar toen had ik geen tijd, dus nu zijn wij dit samen aan het opeten. Dus dan zien jullie Ruben weer even. Hallo. Hallo. Dit is een heel raar gerecht, maar wel lekker. Ik wil niet te negatief zijn, maar ik wou het toch even delen. Gisteren heb ik echt heel erg lopen huilen. Vooral toen ik in bed lag, in mijn eentje. Toen kwam even de realisatie van, ik was gewoon zo boos. Dat iemand die zo scherp en helder is en zo jong van geest en zo levenslustig en vol in het leven. Dat het zo iemands lichaam begeeft. En ik heb echt alleen maar gehuild, dus ik heb gewoon bijna niet geslapen. Dus dat was wel een moeilijke dag vandaag. Kinderen geven wel afleiding, maar ik was niet op en top. En nu zit ik hier ook van, mijn hoofd is er gewoon niet bij, ik wil naar huis, ik wil alleen maar huilen. En ik ken die kant van mezelf helemaal niet. Normaal ben ik wel sterk op dit gebied met overlijden, maar mijn opa is echt wel heel dierbaar. En ook mijn nichtjes en iedereen is zo ontzettend verdrietig. Ik heb ook gezegd dat ik graag een organisatie wil voor de begrafenis. Dat ik wil dat er vast wel een beetje over na wordt gedacht. En dit weekend ga ik weer naar hem toe. Hij gaat nu naar een hospice. Dus waar mensen zitten die dus doodgaan. Dus daar gaat hij vanmiddag heen. En ik ga hem dan morgen of overmorgen opzoeken. Maar ik wil echt alleen maar huilen. Dus.
Hallo lieve mensen, ik lig vandaag scherp. Nee. Ik moet echt een nieuwe oplader gaan kopen zodat ik mijn andere camera weer kan gebruiken, want deze is ook bijna leeg. Ik lig vandaag eigenlijk helemaal in bed en op de bank omdat ik gewoon zoveel geld heb gisteren. Vandaag niet echt geld tot net toen mijn broertje me verbelde, maar het is en het verdriet van opa en het hele gedoe eromheen met regelen en ineens moet iedereen zijn positie kennen, wie kan er wat op zich nemen. En ik ben iemand die graag dingen op zich neemt erin en dat wordt dan niet altijd in dank afgenomen, zeg maar. Dus dat is een beetje lastig, weet je. Van, ja, wat kan je wel doen, wat kan je niet doen, wat moet je aan anderen overlaten. Ik heb ook een nichtje in Israël bijvoorbeeld en ja, wie moet er hiervan op de hoogte zijn, wie niet. En vertel je het pas als iemand er niet meer is of geef je iedereen de kans om afscheid te nemen. Maar dat is ook alweer heel veel voor opa als je iedereen afscheid moet nemen. Maar het is heel heftig. Het is echt, ik wil echt niet zielig doen, maar dit is best een pittig jaar als ik er zo over nadenk. Want het begon natuurlijk met mijn break-up. Nou, toen heb ik niet echt gedeeld. Heb ik wel gevlogd, maar weggelaten omdat ik zoveel haat kreeg over mijn moe zijn. Maar gewoon best wel heel erg een vermoeidheid en het besef dat ik te veel deed. Daar gaat het nu net iets beter mee. Eigenlijk zit ik er nog middenin en dan komt dit erbij. En het is gewoon heel zwaar. En het is de eerste keer in mijn leven dat ik zoveel verdriet heb om iemand die er straks niet meer is. Het staat het meeste dichtbij. Dus het is even pittig. Maar ik vond het wel weer goed. Ik ben heel veel leuke dingen op de webshop aan het zetten. Want het geeft me energie en afleiding. En morgen ga ik eventjes met een vriendinnetje. Dus. En haar opa daarna. Wel lastig, opa heeft zoveel mensen die hem willen zien. Maakt hem natuurlijk heel erg moe ook. Dat ik ook zei van ja, kan ik morgen wel gaan? Want als er heel veel mensen zijn, is het een beetje te veel. Maar goed, dat zijn allemaal van die dingen waar je over na moet denken. Denken de hele tijd. En ineens ben je heel erg met je familie, weet je. Mensen die je niet vaak spreekt. En dan... Hakkido. De jongens. Ik ben zo aan het genieten van deze aflevering van Chantal bij slapen. Hoe heet het? Chantal komt werken. Kleuterjuf. Hilarisch. Ik vind haar zo grappig. Ik ga hem tussen even. Weer lekker. Als afleiding. Dingen op de website zetten. Ik ben er heel erg aan twijfelen of ik zou willen zingen op mijn opa's begrafenis. Mijn broertje en ik zongen vroeger wel samen. Dus ik dacht, misschien mag ik dan bij jou zingen. Maar ik weet niet of ik het kan. Sowieso is mijn stem veel slechter dan vroeger. Omdat ik niet meer zing. Maar ik weet ook niet of ik het, geestelijk zeg maar kan. Zonder heel erg verdrietig te zijn. Ik was nu aan het oefenen. Ik vind het zo mooi liedje. Bizar hoe je zo lang verdrietig kan zijn, hè? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan? Mag ik dan bij jou schuilen als ik nergens anders kan? En als ik trouw ben, droog jij mijn tranen dan? Mooi met tweede stem. Als ik bij jou mag. Het gaat wel beter dan ik had verwacht, maar ik vind het ook weer zo, als je niet heel gemakkelijk natuurlijk zingt, dan ben je ook zo bezig met dat je gaat optreden. En dat wil ik helemaal niet, weet je wel. Want je wil helemaal geen aandacht op jezelf. Maar dat krijg je dan automatisch wel. En ik weet niet of ik dat moet doen. Ik weet niet of opa het zou willen. Ik weet wel dat mama zei van, het zou mooi zijn als jij en Olivier dat konden doen. Maar dat ging toen nog niet over zijn begrafenis. Dat ging toen over, in juni zouden we met z'n allen naar een hotel gaan. Maar dat gaat niet meer worden. Ook in het teken van een beetje afscheid en over zijn verjaardag. Zei, misschien willen jullie dan wat zingen. Toen zei ik, nee, echt niet. Ik zing niet meer. Maar nu ben ik de hele avond al liedjes aan het luisteren. En het lijkt me ergens wel heel mooi, maar ik weet het niet. Zo lief. Wolly vindt het helemaal leuk als hij mooi zingen. Hij is helemaal aan het genieten. Mag ik dan bij jou schuilen? Schatje. Als ik nergens anders kan. Moet je horen hoe lief hij doet. En als ik moet huilen. Is het op mijn camera? Wolletje, vind je het mooi? Oh. Schattig. Mag jij altijd bij mij? Oh.
haarletjes, baby. Hier, mijn lievelingszoon. Dit is het lookje wat we net geshoot hebben. Ik probeer het voor jullie te filmen, want het is altijd wel heel leuk om te zien. Het is zo mooi. Het zit echt lekker. Het zit zo lekker ook. Ik heb hem dus ook gepast, maar hij paste bij mij wel in een L, maar ja, het staat me gewoon niet. En we gaan hem nu in zwart shooten. Hallo jongens. Oh, ik doe het licht aan. Wij zijn... Ik ben wel blij dat ik heb afgesproken, want ik was weer zo verdrietig de hele tijd en moe en alles. Maar nu zijn we lekker aan het shooten. We hebben net de eerste look gedaan. En het ziet er echt vet goed uit vandaag, dus dat is altijd heel erg fijn. Dus we gaan nu lekker door. Niet te veel foto's per look, want ik doe altijd veel te veel foto's. En dan helemaal leuk. Het is best wel relaxed om af en toe dus alleen maar fotograaf te zijn en geen model. Want ik zie er dus echt gewoon zo uit. Ondertussen heb ik allemaal leuke foto's van mijn webshop. We hebben dus heel veel leuke lookjes, maar ik vergeet steeds te filmen. Echt zonde. Maar nu hebben we iets wat er echt heel leuk staat. Kijk, wat tegenlicht. Kan je ze draaien? Super leuke broek. Ik heb hem dus nu al een tijdje, maar ik had steeds geen tijd om deze te shooten. Heel leuk, want vaak vallen dit soort modellen heel erg wijd, maar deze dus niet. Kijk hoor. Oh, echt super leuk. Deze gaat er nu op. Dit zijn we nu aan het shooten. Ik heb weer veel te weinig gevlogd. Dit is de laatste look. Die broek zit heel leuk, die legging. Hallo jongens, ik heb even een paar boodschapjes gehaald. Niet zoveel. En een oplader. Die van mijn mobiel is ook al kwijt. Dus ik heb er nu een van de Hema voor 7 euro. Best wel duur, maar er is niet zoveel hier. Eeuw, een beest. Allemaal beesten vallen op mij. En net tijdens het shooten ook al. Op mijn model. Heel vies. Er gaan ook beestjes in mijn schoen. En er zijn allemaal diertjes aan het uitkomen. Maar die voor camera en mobiel is. Dus dat is fijn. Nu ga ik naar huis. Het is nu 5 uur. Ik heb hier zon gepakt. Ik heb in Muiden zon gepakt. En ik heb dus echt iets. Als er zon is, moet ik naar buiten. Maar nu is het wel goed. Want ik moet ook nog even binnen wat dingetjes doen. Wij zitten voor het eerst buiten. Ik heb geen balkon, maar ik kan wel hier gewoon bij mijn huis zitten. Avondzonnetje. Dat heb je nog nooit meegemaakt, schat. En ik snap er niks van. Hé, hey, gaan we dat vaker doen? Is goed voor je een beetje zon. Ja. Kijk. Het is toch een soort balkonnetje. Maar een heel klein spleetje, dus je hebt echt maar een uur per dag zon. Snap je er niks van, Bol? Is toch lekker zonnetje? Hij is nu een beetje in de war. Lekker zonnetje voor de Bol. Hey jongens. Verbeeld het raar. Maar ik ga slapen. Opa antwoordt niet op WhatsApp al een paar dagen. Dus ik stuur hem even een berichtje op Facebook. Toen stuurde ik, hoi opa, wat gek dat je straks niet meer kan antwoorden. Toen werd ik weer zo verdrietig. Sorry hoor. Ik wist echt nooit gedacht dat ik hier zo verdrietig om zijn. En dat ik zo het hele weekend. Maar mijn opa en ik, die praten gewoon heel veel met elkaar. Hij met iedereen, weet je. Ik krijg altijd midden om 5 uur 's nachts staat hij op. En dan krijg ik weer saaie artikelen doorgestuurd. En dat is zo werkelijk dat het straks niet meer kan. En ik heb net een filmpje van Olivier, mijn broertje, doorgestuurd. Hij had opa net gefilmd. En opa moest huilen. En ik heb hem nog nooit zien huilen. En ik word helemaal gek. En ik vind het zo moeilijk dat ik gewoon weer moet werken morgen. De afleiding vandaag was heel leuk, maar daarna is het toch weer de realiteit. En denk ik, huh? Waarom ben ik niet met opa bezig? Waarom ben ik met mijn webshop bezig? Maar ik zoek gewoon afleiding. En ik zou wel willen zeggen dat volgende week vlog leuker wordt, maar... Hele grote kans dat volgende week dus echt een van de naarste weken uit mijn leven gaat worden. Wat hij er dan volgende week niet meer is, maar dat weet ik niet. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En... tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Hallo jongens, ik ben nu op de plek. Ik ben benieuwd. Ik heb voor open carpaccio druiven, roggebrood, nootjes en gembershot gehaald. Ik hoop dat die carpaccio wil. Even wel. Mama is er ook. Nieuwe pil hebben, want mijn benen was pijn. Oh, als een pijn. Dan ga ik even vragen. Ja. Ik bedoel, zo'n pleister. Ja, maar als je nu erop gaat liggen, dan is het misschien... Ik zou een nieuwe pleister krijgen. Mama zegt, ik wil nog even op je leggen. Want eerst was ze ziek en mocht ze niet met hem knuffelen. Ik wil mijn hoofd niet bij je, maar even nog. Even voelen. Weet je dat lekker warm is? Je oude vadertje. Vraag maar of ik mijn pil mag krijgen. Ja, ik ga even vragen. Want hij slaat nu behoorlijk in mijn... Jeetje. Toe. Ja, en dat gaat heel snel weg hoor. Na een uur of zo? Nee, na een kwartier.
kwartier. Oh, de pijn. Ja, de pijn. Dat is al morgen. Oh, fijn. Nee, overmorgen. Woensdag. Uit een wit plekje even hebt. Toch, mama, dit is toch heel erg mooi dat dit gewoon straks, dat we dit gewoon altijd terug kunnen zien. Lekker weer, hè, boeik. Toch? En het is dus nu 6:56, hè? Zo heerlijk nog. Ja. Wat heb je voor vanavond gekozen voor eten? Andijvie met stamppot. Andijvie met stamppot. Andijvie stamppot. En daar zit allemaal gehaktbal bij. Spekjes. Oh, ik krijg heel ander eten dan van mama. Ik had carpaccio voor hem gehaald. Oh. Ik dacht, daar kan je zin in hebben. Gisteren had je stoofvlees. Dat rook heel krachtig. Dat is heel goed. Ja? Ze hebben dus een soort keteraar of zo. Dat noemen ze lekker. Nee, we zijn allemaal ingevroren zakken. Ja, maar het is wel een keteraar die dat voor ze doet. En dat eten haar klinkt heel chic. Ja. Alsof je het bij de traiteur haalt of zo. Maar ik ben zo blij dat opa in de zon zit. Iemand komt eten bij je brengen. God, ik zit voor het eerst sinds een week in de zon. Echt? Ik wilde eerder gaan om dit eerder te doen, maar het lukte niet. Dan? Uitstappen, station. Ja. Naar bus. Station, ja, het station verlaten en naar bushalte lopen of zo? Ja, bushalte. Ja, of je zegt gewoon dan bus 100? Bushalte voor bus 100. Ja. Dus je hebt ook eentje die moet via Weespen, dan moet je twee keer overstappen. Ah, oké. Ik kan er nog een linkje voor hem bij, omdat hij ook de tijden kan zien. Misschien is dat wel fijn. Ja. Zal ik het ja. even doen? Ja. Oké. Lovely delicious, ik dank je wel. Ik vind dat je dit zeer organisatorisch hebt gedaan. Je bent eigenlijk veel organisatorischer dan ik dacht. Ja, dat ik niet Jenny's organisatorisch was. Wie bent de belasting? Maar dat ben je juist wel. Oh, jij krijgt zeker duizenden mailtjes. Hè? Je krijgt zeker honderden mailtjes. Ik krijg ontzettend veel mailtjes. Misschien moet ik je nu dan maar laten, dan kan je even rustig je mailtjes lezen. Nou, dat is niet zo belangrijk, maar ik heb wel de behoefte om te gaan slapen. Ja, moet ik je dan even helpen met iets? Nee hoor. Moet je niet een tandenpoetsen? Oh, daar komt zij voor. Oh, nou top. Dat wordt allemaal helemaal goed geregeld. Goed zo. Moet je dan even bellen naar hem of niet? Ja, dan heb ik dit. Handig had je dat altijd maar, hè? Nou ja, ik zit hier natuurlijk nog supergoed. Supergoed. Het is 9 uur. Mama is al lang weg. Ik zou ook al lang gaan. Ik weet niet wat het is, maar opa blijft maar doorkletsen. Hij wilde gewoon niet dat ik ging. Het zijn gewoon, hij kan gewoon heel veel praten en ik luister gewoon heel veel of zo. Ik weet het niet wat het is, maar hij had allemaal dingen wilde hij vertellen over vroeger. En hij herbeleefde dingen en zijn ogen rolden gewoon dicht. Want ik echt dacht, oh mijn god. Hij was zo moe, maar ik mocht niet gaan. Hij wilde gewoon echt zijn verhalen vertellen. En zijn ei kwijt ook over bepaalde dingen. En ik kan hem toch ergens een soort van geruststellen. En dat ik dat kan, geeft me zo'n goed gevoel. Dat vind ik zo bijzonder dat ik dan als zijn kleindochter hem nu gerust kan stellen in bepaalde situaties. Weet je, ik kijk echt tegen mijn opa op. Dus dat ik kan niet uitleggen. Dat hij dan naar mij luistert daarin. En dat ik ook echt 10 keer het herhaal van luister nou eens naar wat ik zeg. En dat het dan dus binnenkomt. Hij heeft best wel gewoon wat zorgen, weet je. Die man is zo belangrijk voor zoveel mensen. Dus hij laat zoveel mensen achter. En daar heeft hij best wel veel zorgen over. En dat vind ik gewoon zo. Ik zeg gewoon kom op. Wees optimistisch en heb vertrouwen in de mens. Kijk naar mij bijvoorbeeld. En kijk wat er ook weer van mij is geworden. Als je kijkt naar mij vroeger, weet je, ik kon ook niet goed studeren en leren. En geloof erin dat er iets gebeurt in je leven waardoor je... Ja, ik heb zoveel voorbeelden van mensen die... Uiteindelijk komt het wel goed, weet je. Ik heb niet zoveel zorgen. Heel vaag voor jullie. Maar... Weer heel lang bij me open geweest. Ik vind het ergens echt een soort van heel gek. Waarschijnlijk snapt niemand dit, maar een soort van eer dat ik zo lang bij hem ben geweest. Gewoon zo lang alleen met hem geweest weer. Het bezoek, zoveel bezoek, maar steeds als ik er ben, heb ik gewoon tijd met hem. Ik geloof dan op dat moment echt een soort van in het lot. Dat ik denk van wauw, dit is zo bijzonder dat ik nog zo met hem mag zijn en zoveel kan praten. Het is wel heel raar dat ik nu over een uur moet slapen en dan... Ik huil nu ook niet, dat is wel heel fijn. Dat ik over een uur moet slapen en morgen weer moet werken. En morgen ga ik dan niet naar hem toe en dan woensdag gaan we borrel doen. Wow. Ik vond hem wel heel moe vandaag. Maar het was echt heftig. Hij zei ook van...
Ja, misschien kom ik wel nooit meer in mijn schuurtje waar altijd werkte. Ik zeg maar opa, uiteindelijk, ik koppelde het nog af terug. Ik zeg, opa, je komt daar ook niet meer. Dat wilde hij dan heel raar. Aan de ene kant heeft hij het helemaal geaccepteerd en aan de andere kant helemaal niet. Dus, misschien ook gek dat ik het allemaal film, maar ik wil het graag vastleggen, dit. Oké, ik heb nog niet avond gegeten. Maar ik had nootjes voor opa gehaald en daar heb ik er net een paar van gegeten. Goedemorgen, lieve allemaal. Het is vandaag dinsdag en het gaat wel. Even weer een keer een wat lichtkleurigere outfit aan. Daar word je altijd weer vrolijker van. Kinderen hebben straks schim, dus ik kan even lekker wat dingetjes doen. En het gaat wel. Hallo jongens, ik heb gewerkt en net boodschappen gedaan. En Ruben is hier nu ook. We gaan nu rijden. We zijn er om zo'n 4:15. En in principe is de borrel om 6:00, maar heel veel mensen zijn er al. Ik heb best wel veel gehaald. Heel veel zin om het lekker klaar te zetten en zo. Omdat ik mijn verjaardag nu niet vier, is dan wel leuk dat ik het nu nog een beetje een soort van feestje kan organiseren. Domino stuurde mij een berichtje of ik pizza's wilde ontvangen van ze. En toen zei ik van, nou ja, het is wel een goede tijd, want we organiseren een borrel. Dus als het morgen kan, dus vandaag, dan lijkt het me wel heel erg leuk. Want ze wilden hun nieuwe roast pizza van het seizoen wilden ze in het daglicht zetten. Dus het is niet een gesponsord iets, maar ik krijg dus straks 5 pizza's. Die mag ik bestellen zelf. En daar echt heel dichtbij zit toevallig ook een Domino's. Dus dat is super leuk, die heb ik dan gekregen. En ja, dat vind ik wel leuk. En verder film ik zo wel wat ik allemaal heb gehaald. Misschien iets leuks deze week. Het is raar, misschien vinden mensen het raar dat het leuk is. Maar ik heb er gewoon zin in, omdat het, ja... Ik ga even niet er nu aan denken dat het de laatste keer is. Maar gewoon dat we nu gewoon gezellig gaan borrelen. Mijn opa voelt zich niet zo goed, dus dat is wel heel erg jammer. Zo, precies 6:00. Precies op tijd, rampjes. Belt je op het knopje, hier kom ik even tot ik eraan. Ja, maar goed. Maar nu zijn we in de woonkamer. Sorry, ik ben fout. Jawel. Hoi. Oh, je bent toch in de woonkamer. Hoi. Nog een keer. Ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Heel goed initiatief van Charlotte. Om te zeggen, we hadden altijd zulke gezellige borrels. Met opa. Laten we nou nog een borrel doen. In het huis waar die is. En dat vond ik een hartstikke goed idee. En Charlotte heeft toen het appje gemaakt, lieve Dick. En dankzij dat appje zijn we nu hier bij elkaar. En hebben we, zoals we dat allemaal graag samen willen. En daar ben ik erg blij om. Proost dat iedereen er is. Proost op opa. Proost. Alsof er niks aan de hand is. Nee, niet. Maar dat ik zo af en toe wegval, dat gebeurt dus. Hoewel ik gewoon zit te praten met iemand. Ja, was ook bij mij. En in een zin val ik weg. Was ook bij mij. Hij was iets aan het lezen op mijn telefoon. En toen keek ik en toen was hij ineens aan het slapen. Na 1 seconde. Deze avond is heel bijzonder, want ik was eindelijk wat rustiger. Ik heb eigenlijk gewoon met heel veel mensen kunnen praten en heel veel mensen een beetje kunnen troosten, wat ik heel fijn vind, want ik even wat kalmer was. Ik heb een uur lang met mama opa's buik lopen masseren voor zijn stoelgang. En opa ging dus weg, omdat hij moe was, al best wel snel. En toen heeft hij geslapen en toen gingen we even bij me kijken. Hij zei oma, kom, we gaan even. En uiteindelijk, op het eind van de avond, zat iedereen weer bij opa, maar dan veel rustiger hij in zijn bed. Zijn we nog een keer allemaal bij hem geweest. Heel veel mensen zijn dus heel erg aan het huilen en ik ben dus even heel erg... Ik vond het zo fijn dit. Ik wilde dit zo graag. Het was echt precies wat ik graag wilde, dus ik ben heel blij. En nu zit ik hier nog even met deze twee. Turkse pizza halen. Dus ik vond het gewoon even fijn dat familie elkaar even steunt. Dat via WhatsApp gaat het allemaal. Really? Het is like a smooth boy. Ik heb zoveel gepraat. Op zo'n moment voelde ik ook gewoon even ineens van wow, ik ben echt volwassen, weet je wel. Ik voel me echt geen kind meer. Dat voelt heel fijn. Dus. Ik ben helemaal... ik kan niet even. En Susanne komt niet bij mij slapen. Ik zeg, kom bij mij slapen. Je hebt het nodig. Dat moet zijn. Ja. Soms ben ik gewoon blij dat ik dingen gewoon wel aanvoel, zeg maar. Dus het gevoel van, ik moet nu even met deze praten. Ik moet nu even bij deze praten. Ik moet nu even stil zijn. Ik moet nu even weg. Dat vind ik gewoon fijn. Mm-mm.
Hallo. Dit is niet helemaal de bedoeling. Oké, ik moet zo gaan. We hebben vandaag koning spelen. Ik ga even dit haar anders aanpakken. Gisteren heb ik de hele dag... Dat had ik dan even op Insta laten zien. Ik heb niks gevlogd. De hele dag alleen maar geëdit. Heel klein beetje aan de website gewerkt. Niet echt veel. En dit draag ik echt te vaak. Ik moet meer van dit soort dingen gaan kopen. Want als je dus een lubberbroek aan hebt, waarin je echt zo'n hangbil hebt, is dit echt heel chill. dat is dus handig dat je dan nog oude broeken kunt dragen. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, weekvlog edit, die is net online gekomen. We hebben dus koningspelen vandaag. Dit is mijn outfit. Ja, ik heb mijn camera nooit boven, dus ik kan het nooit echt laten zien. Hoi, dit. Lekker, als het mooier weer wordt, wil ik weer lichte spijkerbroek aan. Maar het is echt mooi weer. In mijn auto ga ik even voor de zekerheid een dikke jas leggen en een normale jas. Want ik moet zo over de sportvelden lopen, maar ik heb geen idee wat voor weer het wordt. Ik ga nu snel weg. We hebben eerst even les, dan op het schoolplein gaan we de passapas doen. Laat het weten als jij de passapas kent. En dan even koning spelen. Dus wel een drukke dag. Hoi jongens, ik wou nog eventjes Kumwa promotie. Dit sjaaltje. Ik zag hem dus bij de groothandel. En ik dacht echt, die moet ik hebben. Want kijk, ik vind het echt zo'n heel mooi volwassen sjaaltje. En hij is super dun. Maar je kunt hem helemaal om je heen slaan. Kinderen. Inmiddels is het 1:15. Ik ben helemaal verwijt. Het was echt heel erg leuk. We hadden heel mooi weer. Op het einde van 12:00 tot 2:00 werd het wel een beetje koud. Nu zijn er ook echt dikke wolken. Maar we hadden heel veel massa met het weer. Het was zo leuk. Ik heb getennist. Ik heb gevoetbald. Ik heb wat was het andere nou? Touwtje getrokken. Nou, allemaal leuke dingen. Ik heb echt pijn aan mijn handen. Ik vind dit, net als wat ik laatst al zei, zulke leuke momenten. En weer met mijn klas van dit jaar en mijn klas van vorig jaar. En het is zo gezellig. Dus nu gaan we lekker koffie drinken. En dan ga ik lekker een beetje met Thijs naar huis. Als dit mijn wekker is, 's ochtends loop ik dat zo uit mijn bed. Wat zou ik zeggen? Ik heb even wat bestellingen gemaakt, want vanwege mijn opa ben ik er echt niet aan toegekomen. Het moest echt. Nu ga ik even boodschappen doen. Tijdens bestelling maken ga ik dan altijd een soort van mijn pyjama aandoen. Ik had het ook heel koud nog steeds. Dus dan heb ik weer even eigenlijk hetzelfde, alleen andere schoenen. Deze. Ik word er zo blij van spijkerbroeken. Ik weet niet, ik word er gewoon heel blij van lichte kleuren. Want Ruben die gaat morgen iets met de auto doen. En iets maken met Jamie, maar ook, hij heeft sowieso de hele dag een beetje de auto. Dus ik moet nu echt boodschappen doen, want ik heb heel weinig in huis. En ik ga snel mijn bestellingen wegbrengen. Het is nu 5:00, daarom had ik even mijn wekker gezet. Ja. Oh, ik word helemaal koud, ik wil een bad. Ken je dat gevoel? Ik ga ook echt mijn dikke jas aan doen. Een berenjas. Waar is die? Oh, die ligt nog in de auto, denk ik. Okidoki. Ja, dat neem ik dus door mijn camera mee, want dat is toch saai. Goedemorgen. Het maakt mij zo gelukkig. Ik was lekker blauw best aan het eten. En Bolly at lekker mee op mijn schouder. En nu moet ik de keuken opruimen, want het is echt heel erg. En dan zit deze hier zo lekker te douchen ondertussen. En dan zit ik naar hem te kijken. En dan ben ik zo aan het genieten. Omdat ik er zoveel van hem hou. Je bent zo lief, Bol. Hij is zo ontzettend lief. Echt. Ik ben zo gek op deze. Ik neem mijn camera even mee naar boven. Deze is ook mee naar boven gevlogen. Ik ben heel druk bezig. Ik wil dus echt zo naar mijn opa. Maar weet je, het kan ook einde van de dag. Ik heb even alle badpakken die nu op binnen zijn op de website gezet. En ik heb ze even hier opgehangen. Ik weet niet of het heel handig is. Want het is natuurlijk eigenlijk verloren ruimte. Maar voor nu eventjes. Ik wil sowieso even allemaal lades gaan uitzoeken. En zo even wat netter gaan leggen. Want het is allemaal zo vol. Hier wil ik echt van af van die sjaals. Want het neemt gewoon heel veel ruimte in. En dan kan ik ook de ruimte daarachter gebruiken. Alleen dat is niet hele handige ruimte. Want je kan er niet echt bij. Hier heb ik eventjes de nieuwe broeken gelegd. En de two pieces. En hier. Ja, ik wil gewoon even dat hier de flared broeken liggen. Hier de t-shirts. Weet je, een beetje zo. Ik heb nu alle tassen in een bak. Alleen ik vind het wel een irritante bak, want hij kan niet echt dicht. En alle truien. Dat wil ik misschien zelfs eventjes ribbesberging gaan zetten ofzo. Omdat de zomer eraan komt. Dit moet nog op de site. Moet je nagaan hoeveel ik al op de site had gezet trouwens. Dit moet nog uitgezocht. Retourtjes ga ik nu doen, want dat moet echt gebeuren. Op bed ligt al mijn eigen kleding die ik moet gaan opruimen. En hier heb ik nieuwe shirts. Superleuk. Ik kwam er gisteren binnen. Ik had van elke maar één maat serie besteld, omdat ik eerst wilde weten of het leuk was. Dus ik hoop dat ze nog leefbaar zijn. Deze.
En wat ik ook heel leuk vind, is deze. Hetzelfde shirt. En, superleuk, deze met een leopard erop. Heel gaaf. Een t-shirt is gewoon echt superleuk op de site. Nou, hier zijn ook dus nog twee lades, maar het moet echt worden georganiseerd. Ja, dus status. Oké, ik had gisteren wat dingetjes besteld op Weekamp. Dus ik denk, ik laat ze even zien. Ik zie er echt niet uit. Dan weten jullie dat. Dat weet ik zelf ook. Maar anders ga ik het weer niet filmen. Ik vind dit rokje echt super leuk. Alleen hij is eigenlijk 1 maat te groot. Ik twijfelde al. Ik vind hem echt leuk. Het is een soort overslag. Ja, hij is echt wel te wijd. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik twijfel nu of ik hem dan wel even een maat groter ga bestellen. Super leuk. Het rokje was trouwens van Wakeham's own, zeg maar. Dus van hun eigen lijn. Nu heb ik dit rokje aan. Die vind ik heel mooi. Ik was bang dat hij te klein was, maar ik dacht ik bestel hem gewoon. Oh, die zakken zijn nep. Vind ik wel jammer. Je ziet hier wel, zeg maar, dat er een beetje spanning op zit. Dat het eigenlijk 1 maat te klein was. Maar ik moet zeggen dat ik vaak heb ik te grote. En dat vind ik dan ook niet mooi. Ik vind dit wel heel mooi hoe dit A-lijnmodel valt. Ik zag, zeg maar, dat A-lijn rokje. Toen dacht ik, oh, misschien is dat wel iets wat goed doet voor mijn figuur. Wel, toch? Wat vinden jullie? Ja, dit vind ik eigenlijk wel net niet mooi. Ja, ik heb gewoon best wel een buik. Ik vind het nog meevallen in het rokje. Kijk, dan zie je ook dat hij hier een beetje open staat. Hij geeft je wel een platte kont. Maar ergens ook wel mooi op zich. Ja, het loopt natuurlijk erbij het uit. Ik vind hem echt super leuk. Ik vind dat mijn figuur er wel mooi in uitkomt. Twijfel. Deze had ik al best wel lang in mijn winkelmandje. Maar ik weet niet waarom ik hem nooit besteld had. Dit vind ik een hele leuke rok. Maar dit... Ja, het is ook niet leuk deze combi met deze stoel. Maar dit vind ik dan weer minder... Dit maakt me een beetje recht, zeg maar. Niet echt vrouwelijk. Ik heb ook niet heel veel heup of zo. Dit is dus een wikkelrok, maar hij zit wel dicht. Ik dacht dat het een echte preprok was. Ja, die top is er niet leuk bij. Ik heb hem ook nu best wel hoog. Ik vind het niet mooi als het te lang is hier. Ja. Weet ik niet. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Heel leuk rokje, maar ik weet niet of die perfect voor mij is. Maar ik ben ook kritisch hoor, dus ik wil gewoon even alles bekijken. Vorige was trouwens van Weekamp's own alweer en deze ook. Heel leuk vind ik deze. Het blijft gewoon lastig, mijn buikprobleem. Dat is eigenlijk mijn allergrootste probleem. De rest is allemaal prima te doen, mijn armen, mijn benen, kan ik allemaal. Maar dit is gewoon niet mooi. Je ziet het nu niet heel erg. Ja, het is zo jammer. En ja, dat heb ik gewoon echt al mijn hele leven, dat probleem. Als ik ook heel erg afval, is het laatste wat weggaat. Super jammer. Ik vind deze rok ontzettend leuk. Ik vind hem ook, hij is wel net lang. Soms krijg je dan een beetje van die dikke kuiten, vind ik. Maar dat vind ik bij deze wel meevallen. Maar ja, misschien ook leuk voor een van jullie. Of ik zou hem 1 maatje groter moeten, zodat hij iets minder trekt hier. Deze is ook van Weekamp's own. Deze leek op de website heel geel. Dat vond ik niet heel leuk. Maar ik hoopte al dat het echt iets minder zou zijn. Hij is niet zo heel erg geel. Deze zit dus wel wat losser bij mijn buik, maar hij is eigenlijk ook een maat te groot. Want eigenlijk zat die vorige rok qua maat top, alleen hier te strak. Dat was een beetje lastig bij mij. Want nu zit hij eigenlijk gewoon in mijn taille echt te losjes. Maar ja, daardoor zit hij hier weer wel goed. Maar kijk, van zij vind ik dat meestal ook niet heel mooi. Als je dan even niet aan nadenken bent, die staat zo, dan is het echt... Weet je nog van die keer met die zwanger opmerking? Nou, het was in zo'n rok volgens mij. En ik heb hem nu ook wel heel hoog. Maar dat is denk ik wel het mooiste. Ja, ik kan hem natuurlijk ook zo. Dan is hij wat langer. Vind ik dan altijd weer wat meer boers. Wel heel erg leuke rokken. Ik hoop dat ik jullie hiermee ook iets kan inspireren. Hier was ik heel benieuwd naar deze van Only. Deze heb ik ook al heel lang in mijn mandje. Dit is ook net wijd. Dat had ik niet verwacht bij Only. Maar deze ga ik denk ik wel een maat kleiner nemen. Want ik vind dit dus heel leuk. Dit is dus echt zo'n denim stof. Dit vind ik heel vet. Ik vind hem wel net wat lang. En ik vind hem niet dat mooie A-lijn model hebben wat die blauwe had. Vinden jullie dat ook? Ik vind hem net een beetje te veel stof of zo. Hij zit wel lekker wijd hier. Maar ik vind hem... Ik vind de stof heel tof, maar... Snap jullie wat ik bedoel? Het is net heel veel. Mocht wel wat minder of zo. Ik ga hem wel een maat kleiner bestellen. Ik vind het nu te veel. Een beetje een zak. Ja, dit gaat dus niet dicht. Was ik al bang voor mango kleding. Vind ik altijd zo klein vallen.
Dit is wel een heel leuk rokje. Ziet er nu niet uit. Hij gaat niet dicht. Ook van Weekamp. En wikkelrokken en jurken zijn top bij mij. Want dan zit het altijd lekker hier losjes. Maar ik vind dit echt oma-achtig. Ik vind sowieso slangenprint eigenlijk bijna nooit leuk bij mezelf. Heel lelijk dit. Het model is zo lang dat je hele vink lelijk. Want ik laat liever wat van mijn been zien, weet je wel. Het is misschien ook wel weer te wijd of zo. Maar ik vind dit echt totaal niet flatterend of zoiets. Toch? Ja, ik had net die knop aan de zijkant. Zo is het beter, maar... Ja, dit is wel beter. Ja, het zit heerlijk, maar... Nee. Niet heel sexy. Ook van Weekamp's Own. Ik vind deze heel tof. Hoe mooi is dit als je donker bent, deze kleur. Maar weer... Ik weet het niet. Ik vind ook steeds het shirt er niet echt leuk bij staan, nogmaals. Maar dat kunnen we zo wegdenken. Ik denk dat het model net te lang is bij mij. Omdat in principe dit stukje been niet zo lelijk is of zo. En als je dit doet, zie je alleen maar je kuiten. En dat vind ik niet heel mooi. Of zoiets. Toch? Misschien kijk ik straks terug en denk ik wat anders hoor. Hier moet sowieso nog wat strakkers op. Ik vind de rok dus wel heel leuk. Ik twijfel een beetje bij deze. Wat een toplicht. Jeetje. Als ik dan kijk met een wat strakker shirt. Deze vind ik persoonlijk te strak bij me zitten. Dit is een nieuw shirt van Comme. Of ik het dan... Nee, dit vind ik sowieso bij mij. Het is echt heel lelijk, die ribben hier. Nee, ik vind wit er sowieso niet zo leuk bij. Maar of het dan qua mijn figuur. Wat vinden jullie? Wat zou ik hierop moeten dragen? Een zwart topje. Wauw. Oh ja, nou denk ik wel een beetje dik. Maar ik vind dit mooi. Dit is het laatste item. Dit is de jurk van Kay Sutherland X Naked. Of Naked X Kay Sutherland. Ik twijfelde of hij zou passen. Dat is een 42, maar dat is de grootste maat. En meestal valt het dan best wel klein. Dit is dus wat ik moet hebben. Zo'n décolleté. Wow, dit is wel interessant eigenlijk om dat te zien. Zo'n décolleté. Ik heb nu niet eens een goede BH aan. Want ik vind het wel nooit te sexy of zo. Maar, en dan niet... De band hier, maar onder je borsten. Want daardoor, anders wordt mijn buik geplet. En we hebben heel veel zwangerschapsjurken dit ook. Wel grappig dat ze daarvoor gekozen hebben. Wat voel ik hier? Ik voel hier iets raars. Als een rits of zo. Oh. Maar ik weet niet of dit dik maakt, dit brede model. Maar deze is best wel duur. Volgens mij is iets van 70 euro. Maar toen ik hem uitpakte, dacht ik ook wel, wow, wat veel stof. Het is heel zwierig. Ik vind dit heel erg mooi. Zij heeft natuurlijk gewoon echt een geweldige kledingstijl. Wauw. Volgens mij zit ook viscose of zo. Het is een heel lekker stofje. Dit is wel iets waar je heel erg blij van wordt als je dit hebt. Je kunt ook denken, ik neem niks van dit. Ik ga voor deze. Dit is gewoon voor mij perfect. Armen bedekt. Goede tailleband. Goede band. Hoger dan je taille. Hij is net een beetje strak, maar eigenlijk is dat goed. Want vaak draag ik gewoon te wijd. Van zij is hij ook gewoon echt heel mooi. Voor mijn figuur echt ideaal. Misschien wil ik deze wel. Je voelt je echt zo leuk als je dit aan hebt. En ik vind het ook niet too much door de rustige print. Wow, het is zo zwierig. Het is zo groot. Ik had persoonlijk... Dit is dan vrij strak. Ze hadden dit wel iets strakker mogen doen, vind ik. Zo of zo. Zie je? Zie je? Wow, ja. Maakt dat niet een beetje dik? Help me, jongens. Vinden jullie trouwens, maakt het jullie uit dat het een beetje crappy is en dat ik geen make-up heb en zo? Want als jullie dit goed vinden, kan ik dit vaker weer doen. Want ik had echt twee superleuke dozen liggen en ik heb het nooit gefilmd. Omdat ik gewoon geen tijd had om me helemaal leuk op te maken en het beneden te doen. En nu zo, voor ik ga douchen en de deur uit ga, kan het prima. Ik twijfel, jongens. Ik ga het even terugkijken, de beeld. Ik vind hem echt geweldig, maar wat ik zeg... Zo zie je, zag je hoeveel stof er nog aan de zijkant zit, waardoor ik echt veel breder lijk. Dat lijkt alsof je figuur er echt in zit. Dit lijkt niet lucht. Dat is het gekke. Zo, de ju. Oké, dat was het. Ik ga nu snel douchen. En me klaarmaken. Dit is echt... En één. Hier kan je gewoon zelfs in squatten. Jongens, ik ben dus alles heel rustig aan het doen. Ik weet niet precies waarom. Maar ergens heb ik altijd best wel een beetje voorgevoel over dingen. En ik had een beetje een voorgevoel dat ik nu de dingetjes moest doen die ik wil doen. Dat ik anders gewoon echt gek word van dingen die ik nog moet doen. Ik had ergens het gevoel dat ik moet dat nu doen. Want ik heb het gevoel dat het wat slechter gaat met open.
En als het echt heel erg slecht gaat, dan heb ik gewoon geen tijd meer om dat soort dingen te doen. Dus het is nu al 5. Ik ben wel heel erg sloom. Maar ik dacht ook mijn haar was en het voelde allemaal niet lekker. En ik doe gewoon nu even schoon. En ik hoor ineens weer dat echt iedereen er is. En mijn nichtje en mijn neefje gaan er ook naartoe. En dan zijn we weer met z'n allen compleet. Ruben niet hoor, nu dit keer. Maar de rest wel. Maar sorry, dit is echt heel slecht licht. Het gaat niet zo goed. Hij heeft steeds gezegd dat hij nog een bloedtransfusie wil regelen. Weet je, die man regelt in principe altijd alles als hij het echt wil. Maar ze hebben dus te horen gekregen dat hij niet nog een bloedtransfusie mag. Ik schrok heel erg van het nieuws. Dan krijg je dus nee te horen. En dat is nog een stapje dichterbij. Dan moest ook iedereen huilen. Dus ik denk dat het heel erg snel gaat nu. Dus ik ga me nu heel snel aankleden en opmaken in de bus. Want Ruben heeft dus de auto. Oké, ik zit in de bus. Ik ben me aan het opmaken. Het gaat best wel snel. Ik wil wel chill om in de bus op te gaan. Dus hebben nu dus echt een oma. Toen ik nog in de bus zat, had je dit niet. En als ik dat toen had gehad, was ik zo vaak zo blij dat ik vaak bijna droog. Ik had van niks weer even mijn dagelijks make-up gestuurd gekregen. De HD Studio Concealer. In kleur 3. En kleur 2. Die ik elke dag gebruik, de Micro Brow Pencil in Taupe. Dat is deze. Nog even door, bijna klaar. En wat nou nog meer? Oh ja. Deze heb ik nu al heel lang niet meer. Maar dit is de Epic Ink Liner. Dat is echt mijn favoriete eyeliner, dus die ga ik ze ook even opdoen. Ik zit al een half uur in de bus, dus ik heb alle tijd. En Susanna zit maar steeds op de hoogte te houden dat het niet zo goed gaat. Dus ik ben heel erg... een beetje zenuwachtig eigenlijk voor wat er gaat gebeuren. Ik mag dus nieuwe pizza's proberen. En ik dacht, aangezien de hele familie er nu toch is, ga ik het nu wel doen. Dus het gaat om deze. Pizza roasted veggie, pizza roasted chicken, pizza roasted beef en vegan roasted veggie. Vet lekker. Dus ga even kijken welke ik ga bestellen. Ook nog een ander erbij, denk ik. Ik heb dit nu besteld. En dan nog een bestelling geplaatst. Wel wat bijbetaald zodat we extra groot hebben, want we zijn hier met heel veel. Gewoon roasted, een grote. Want voor 3 euro meer heb je gewoon het dubbele aantal centimeters. Oké, jongens, dit is dus de roasted veggie. En dan 40 centimeter, dus allemaal vet lekker. Allemaal gegrilde dingen erop, maakt niet uit hoor. En deze heb ik gewoon extra bij gedaan. Die hoefde ik niet. Maar dit is extravaganza of zo met salami en olijven en dat soort dingen. En dat is caprese. En we krijgen dus zo nog 2 pizza's. Ziet er lekker uit. Ja, volgende lading, want ik kon niet tegelijk bestellen. Dat is nog een roasted veggie. Hij is echt heel lekker. En dit is roasted chicken. Dus volgens mij is dat hetzelfde, maar dan nog met kip. Laat ik met 3 woorden zeggen, het smaakt niet goed. Vet lekker, joh. Is dit niet veel meer? Dat is hetzelfde. Maar iedereen vindt het echt heel lekker, dus dat is fijn. Ja, zeker. Charlotte heeft daar krediet voor. Pas op, het werkt. Die heb ik gekregen, maar dat is voor het eerst, hoor. Ga niet te hard, want de tafel gaat er gort. Oh ja. Ze zeiden, mag ik je filmen, Renne? Film? Ja? Je wordt nu gefilmd. Mag dat? Oh ja, hoor. Je eerste ervaring. Nee, ze zeiden, hoi Charlotte, wil je onze nieuwe roasted pizza's uitproberen? In ruil voor een Instagram story, dus op Instagram een filmpje. Ja. Zei ik, ja, maar ik wil het alleen als ik er 5 mag. Want ik mocht er eerst 2. Dus toen mocht het. Dus daarom hebben we deze pizza. Oké, jongens, ik heb heel weinig gefilmd, maar dit was een hele bijzondere avond. Toen ik aankwam hadden ze net allemaal een heel bijzonder moment met z'n allen gehad. Daar was ik niet bij, maar ik vond het niet erg. Toen heb ik dus de pizza's geregeld, daar was iedereen super blij mee. De pizza's waren echt heel lekker, hè, Su? Hé, Su? Ja, ja. Maar echt lekker. We hadden allemaal iets van, wow, het smaakt echt wel goed. Even de pizza's. Oh ja, ik heb weer even opa een knuffel gegeven. En hij zei tegen me dat hij heel trots was. Op dingen, op ideeën die ik vaak heb en zo. En ja, maakt verder niet uit. Maar dat maakte me heel blij en ik was gewoon helemaal aan het stralen. Ik weet niet waarom. Heel gelukkig. En toen heb ik dus mijn oom, die dus in, al 12 jaar in Nederland is geweest, de vader van Susanna dus, die was er nu. En ik heb echt met hem, vanaf dat iedereen wegging, nou, hoe lang heb ik met hem gepraat? Wel 3 uur lang of zo. Over alles en nog wat. En wij voelen elkaar heel goed aan. Oh. Dat dacht ik altijd al. Maar toen ik hem voor het laatst zag, was ik 14. Niet heel jong is dat in principe, maar niet volwassen.
Dus ik had er ook ergens een heel goed gevoel over dat hij kwam. En dat was echt zo. Wij liggen heel goed met elkaar. Oh, hallo? Oké. Okay. Dus dat was heel fijn. Dus ik had ook echt de behoefte om met hem langer te praten. En nu is het 10:45. En zijn we pas thuis. En vorige keer moest uiteindelijk die reis voor hem regelen. Dus hebben we niet echt sleepover gehad. Dus ik zei, kom vanavond bij me slapen. En nu is het alweer heel laat. Nu gaan we lekker pasta eten, pyjama aantrekken. En nog even met elkaar gewoon fijn. Weet je wat het licht aan het doen is? Met elkaar samen zijn. En dan gaan we morgen weer. Want het gaat echt heel slecht met opa. Dus gelukkig heb ik morgen niks gepland. Ik heb pasta aan het koken, want ze hebben best wel honger. Ik heb ook nog wat gek. Ja, yeah, Bonnie was zo annoying. Maar you were awake, I think. Because when you sleep, he doesn't do it. Yeah. Kijk jongens, ik heb dus deze olie van Lidl. Met zout, peper, extra chilipeper en basilicum. Dat is de maaltijd. Het is echt oprecht heel erg lekker. Het lekkerste is nog gebakken met knoflook. Morgen, het is vandaag zondag. En het is weer zo fijn om samen wakker te worden met iemand. We hebben allebei lekker geslapen. Susanna hier, ik boven. En toen ging ik douchen. En toen is Susanna naar mijn woonkamer helemaal stof gezogen. En de tafel schoongemaakt. Echt zo lief. En nu is zij aan het douchen en het klaarmaken. Zo, ik moet me nog wel echt gaan opmaken. Dan, het is al 12:00. En heb ik ondertussen een ontbijtje gemaakt. En dat vind ik dus echt heel leuk om te doen. Watermeloen met blauwe bessen. Lekker van die buitenbeentjes komkommer. Die zijn heel knapperig. Heel lekker. En ik ga nu nog even gemberthee maken en koffie. Net Pasen. Mm. Broodjes. Gemberthee met witte thee. Koffie. Oh, I'm curious what you think about the coffee. Watermeloen. Susanna. Dit is zo lekker. Mm. Kleine baby. Oh, die ging heel vervelend doen. Dus nu mag je hier zitten. Dat is een klein babytje die aan tafel wordt geschoven. Hallo. Mooi. Ik ben net bij opa. Ik ben nu alleen. Ik ging even naar de supermarkt hier, want die was hier nog open. En ik eet nu sushi. Op de grond. Heerlijk. Eigenlijk niet. Hele slechte sushi. Maar toch lekker. En ik ben niet heel lang bij opa geweest. 3 uurtjes of zo, maar ik heb opa echt bijna niet gezien. Het gaat nu gewoon best wel heel erg slecht, dus het was nu meer fijn dat we met de familie bij elkaar zijn dan echt de hele tijd met opa nog zijn. Ofwel het feit dat je gewoon nog even bij hem bent, weet je. In de buurt. Dat is zeg maar al wat we nu fijn vinden, maar het gaat echt heel slecht. Ik weet niet of het toeval is, maar iedereen die langs loopt zegt zo aardig, eet smakelijk. En ze lachen heel vriendelijk. Dus misschien zijn mensen heel aardig in huizen of het is gewoon toeval. Maar echt leuk. Ik ben weer thuis. Ik heb weer lekker blauwe bessen gehaald en dingetjes. Bij de kruidvat had ik eventjes deze kalkoen gehaald. Soms vind ik die wel lekker. Nog koffie gehaald. Deze reageert mijn apparaat altijd goed op. Heel raar, want die Loor cupjes doen het niet goed. Dit is een soort van parfum solid. Ik hoop dat die lekker is. Ik heb de gok gewaagd. Deze ruikt heel lekker. En ik vond deze trouwens niet heel fijn, deze douchegum. Maar wel, ze ruiken heel lekker. Dus daarom, ze waren 1+1. Dus ik had ze maar even gekocht. Toch geen zin om te lang na te denken. En deze is echt hemel. En dus niet met suiker. En dit. En dat was het. Oh ja, deze macarons. Heel vies. Ik dacht, wow, macarons bij de, hoe heet het? Het huis is best wel lekker netjes. Daar ben ik blij mee. Ik moet alleen straks even boven mijn kleren opruimen. En dan wil ik eigenlijk nu, omdat ik toch al gegeten heb, aan mijn weekvlog gaan. En ik wil eigenlijk nog even Bolly's kooi verschonen. Maar ik wil jullie dus even laten zien wat ik had ontvangen. Kijk. Oh ja, dat van niks moet ik jullie nog even laten zien. Of had ik dat gisteren verteld? Ja. Ik heb dus een soort van samenwerking, een samenwerking met Seventh Heaven. En dat vind ik heel leuk, want dit merk is echt zo'n merk waarvan de meesten de naam niet kennen. Maar dit is dat merk van die maskertjes die je echt al sinds je jong bent gebruikt met allemaal verschillende leuke maskertjes. Nou, die test ik altijd en die verzamelde ik echt. Daar heb ik een samenwerking mee, de ene keer op Insta, de andere keer in mijn vlog. Dus ik ga even kijken hoe ik het de eerste keer ga doen. Superleuk. Dan heb ik 6 sheerlakjes van OPI ontvangen. Deze heeft echt een week op mijn nagels gezeten, maar ik vind het eigenlijk best wel fijn, sheer. Dat doe ik veel langer mee dan een kleurtje. Dus ik heb deze ontvangen. En nog eentje in mijn tas. En van de Body Shop wist ik niet dat ik zou krijgen. Maar heb ik de cactuslijn gekregen. Een shower gel. Een scrub. Een body. Noemen ze dat ook weer? Butter. En die body yoghurt. Verruiker.
Oh, dit ruikt heel bijzonder. Wow, heel bijzonder. Dit ruikt echt heel bijzonder. Ik denk dat het mannen dit ook ontzettend lekker vinden. Het is niet een mannengeur, maar het is wel een heel bijzonder geurtje. En dit heb ik dus, wil ik heel graag testen. Kijk, Filorga Express Detox Scrub & Detox. En ik hou heel erg van scrub. Een mousse. En ik, nou, ik ben hier zo benieuwd naar. Dit ga ik sowieso eventjes op beeld testen. Kijk, dit vond ik er zo vet uitzien. Dus ik ben zo blij dat ik dit heb gekregen. En dat is dus deze mega doos. Dus die ga ik zeker eventjes testen. En aan jullie laten zien. En ik kreeg daar dus iets heel leuks bij. Wat ik heb bewaard. Tot nu. Nu wil ik het dus gaan drinken. Want er stond op de doos, let op, dit is een houdbaar product. Toen dacht ik, huh? Maar het ging dus niet over het masker, maar over dit. Maar dit is heftig. Volgens mij is het gewoon limonade. Citroenwater bedoel ik. Hij is nog goed tot 16,4. En ik ga hem dus nu proeven. Black Lens. Van Stag. Volgens mij heeft het niks met het merk te maken, maar het is gewoon om het leuker te maken. Ruik naar citroen. Water, citroensap, ongeraffineerde suiker, zout, actieve kool, 0,47 gram. Citroengras, gember, citroenschil en citroenblad. Ik heb nooit geweten dat houtskool ook goed is om in je lichaam te hebben. Dit is lekker. Ah, ik voel de stukjes als een soort zand. Niet echt zand, maar het is heel slecht voor je tanden, denk ik. Het is echt best wel lekker. Ik ben gewoon een zomers drankje. Ik denk wel als je dit als vervanging een soort van sapkuursapje zou drinken. Dat je op een gegeven moment misselijk zou worden van het zuur. Dat is heel slecht voor mijn tanden denk ik. Of ja, is goed. Er zit houtskool in. Waar dit goed voor is, ga ik straks even opzoeken. Black Cleanse. Mag je het wel drinken? Ja, tuurlijk. Wow. Let me know als je weet wat dit doet. Of als je het ooit hebt geprobeerd of dit merk kent of wat dan ook. Het ziet er in ieder geval heel eng uit. Het is echt heel tof als je een soort van heksenfeest geeft. Charlotte moet echt even nodig naar de zonnebank. Ik ben meer dan een maand niet geweest. Ik heb een drankje op. Ik las op internet dat als je te veel houtskool inneemt. Houtskool die trekt zeg maar dingen aan. Dus daardoor voert, als je de houtskool uitplast, voer je de slechte stoffen mee. Voeren die mee. Maar ook de goede dingen. Dus ik heb ook gehoord dat je dus zwanger kunt raken als je te veel neemt. Want de werking van de pil vermindert dan bijvoorbeeld. Want die ook vitamines, de pil, medicijnen meeneemt. Maar daarvoor moet je dus 8 gram kool per dag drinken, hebben ze onderzocht. En hier zit dus 0,47 gram in. Dus dat valt allemaal mee. Maar het is wel interessant. Ja, dan denk ik van al die blauwe bessen die ik gegeten heb, neemt ze die dan ook mee? Of zo, ik weet niet. Dit is een beetje flop. Ik vind het echt ruiken naar een ranzige oude lippenbalsem met 1% parfum. Ik zou dit niet kopen. Zonde van my money. Wat een koffie schoon ik op. Wat is dit dan? Kan dat er niet uit? Dat is niet leuk, hè, Bolly? Dat vinden we niet leuk. Ga je aan kijken. Goede gesprekken daarboven. Goede gesprekken, hè? Oh, je bent zo lief.